هذا ابراهيم واي واي يو اخت مانا واي واي بوسي في بيتاج واي واي عكتي بيتاج واي واي نخيتي بيتاج واي واي خين بيتاج فور واي واي ينوي خندور واي واي برايم برايم Het vooruitzicht om kwetsbare vrienden en familieleden misschien wel maanden niet te kunnen bezoeken. Voor veel mensen is dat een pijnlijke realiteit. Hoe leg je dat uit aan iemand met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld? Brahim Lakal praat met zijn broer die begeleid woont via FaceTime. Natuurlijk blijft Brahim zijn broer bellen. Maar hoe leg je aan een jongen met Down uit wat er aan de hand is? Je moet het zo zien dat hij nog ongeveer 3 jaar is in zijn hoofd. Ondanks dat hij 19 is. Ja, wat begrijpt een 2-3-jarige nou? Jawel, mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. Gisteren heb ik naar jouw woning gebeld, hè? Ik heb gezegd, Bilo, morgen niet niet werken, hè? Nee, lekker... Vrij. Lekker vrij. Ja, natuurlijk, we gaan natuurlijk niet werken. De komende dagen worden wij door Nederland ingevolgd. Dus we komen op de NOS, we komen op 1 Vandaag en we komen ook nog om Omroep Max. Zeg maar. Max. Ja! Ja, dames en heren. Dat is geen grap. En dat je zou denken dat dat door mij komt, maar dat komt allemaal door deze clown hier zo. Jij bent toch een clown, of niet? Hè? Jij mist alleen de rode neus. Maar vandaag beginnen wij, dames en heren. We gaan vandaag... Gadisa. Willen we weer grappig zijn? Ja. Oh, veel plezier. Wat heb jij met Khadija? Khadija is mijn vrouw en daar is hij helemaal gek op. En alles, je kan hem alles aanbieden, maar dat is nooit zoveel waard als Khadija. Maar dames en heren, jongens en meisjes, neefjes en nichtjes. Vandaag gaan Brahim en Bilal gaan... auto wassen. We gaan de auto wassen. Wat moeten de mensen doen? Abonneren. Abonneren, want wij zijn echte... Echte mannen. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. Liefde. En wij zeggen altijd... Zeg maar tijd. Positiviteit. Are... Arrivederci. Mag ik nog een knuffel of niet? Zo. Oh, dat is een heerlijke knuffel, jongen. Dat doet mij goed zo op de ochtend, jongen. Hé, hey, ouwe reus. Het is natuurlijk einde van het jaar, dames en heren. Ja, en dit is wel een heel bijzonder moment om even met elkaar terug te gaan kijken. Want we hebben een hele bijzondere tijd. Of niet? Want wij zijn echte mannen. Jullie horen het van onze grote vriend. Mag ik nog knuffel of niet? Ja, een echte knuffel. Goed zo, jongen. Kijk, goed zo. Ja. Wie dan durft naar buiten? Nee, joh, gek. Doe die schoenen uit. Kom. Kom. We gaan harder, hou je vast. Ja. Dit is toch prachtig, jongens. Dit is echt super mooi. Al is het december, maakt niet uit. Trek onze jas uit als er niks is. Dit is het ene lastigste wat er is. We moeten hem eruit krijgen. Nou, we gaan eens even kijken. Kom, dan gaan we. Nee, dan gaan we. Wil je zo meteen weer terug? Of niet? Kom. Kom dan, kom. Goed zo. En een lief zijn, hè? Kom maar. Hey, hallo allemaal. Goeiedag. Hallo jongens, welkom. Ik voel me net Sinterklaas. Ja, precies. Hey, ja. Je bent aan boord. Kom. Daar zijn we dan. Hè? Zo! Was het leuk? Hé, hey, was het leuk of niet? Bilo, hallo! Ja, dit is Bilo. Hij was heel leuk. Nee. Bilo, kom. Bilo! Oh, deze jongen. Oh, tijd. Dus kom. Jongen, jij. Op de een of andere manier is het altijd wel bijzonder, want ik zie altijd weer dingen wat ik niet had verwacht. Oké, zo. Nou, ga je mee? Waar zijn de spullen voor de auto, Bilal? Hebben ze nou gezien? Waar zijn de spullen voor de auto?
Wat is dat dan? Zie je dat? Wacht eens even. All Seasons Queen Wash. Oké, wat kan je hiermee doen? Wat is dit nou? Hier, leg eens terug. Hebben we helemaal niet nodig, joh. Hallo. Deze jongen. Hallo, we hebben spullen voor de auto nodig. Wat doe jij nou? Weet je wat dit is of niet? Hè? Oké, wat wil je daarmee? Wat? Voor huis? Nou, pak hem even uit. Even kijken wat je... Ho. Hallo. Hallo. Ja, hoe doe je wel? Maar dit hebben we toch niet nodig? En zeker niet 2, 4, 6. Nou, dat klinkt niet best. Oké. Boodschappen doen met deze jongen, dat gaat gewoon niet. Dat is gewoon een onderneming. Ik weet niet hoe ik dat ga doen als ik een jaartje of 70 ben. Jongen. Die mensen denken wel dat ik een beetje gek ben hier. Bilal! Ik heb het gevoel dat ik mijn hond kwijt ben of zo, weet je wel? Of je kat of zo. Bilal! Oh, daar is hij. Hey, kom hier. Hallo. Hey joh, waar was je nou? Ik zeg nu, je moet in de buurt blijven. Wat heb je allemaal meegenomen, jongen? Gadisa. Wat is dit in godsnaam? Het is voor de auto. Nou, laten we even afrekenen. Jongens. Ja, dat begrijp ik dat je zo vrolijk hooi zegt. Kijk eens, dit kan toch niet, Bilal? Jawel. Dit kan, wat ben je nou allemaal aan het doen? Dit kan toch niet? Jawel. Ja, dat... Ja. We hebben toch geen ruitenwissers nodig? Jawel, we gaan graag. Ja. €65. Nee, €65 als die doen. Ja, de pincode, jongen. Hoe gaat hij dit oplossen? Wil je de bom mee? Ja. Ja, dat begrijp ik. Alsjeblieft. Tegen wel. Kou, jij kijk nou uit. Kijk uit. Oeh, kijk uit, Milo. Nee, ja, oh! Nee, niet op mijn auto! Niet op mijn auto! Dan raakt hij beschadigd, joh. Kijk uit, daar, til maar op, ja? Hey, we gaan zo meteen gaan we. Auto wassen. Auto wassen, tijd om auto te wassen. Ik merk dat ik nog wel vergeten te scheren, hè? Dat is niet best, hè, Bilal? Bilal ook scheren? Nee? Wil je een snor laten? Wil je liever een snor of een baard? Alles. Een snor en een baard. En eentje? Dat niet. Oké. Heb je liever een neus of heb je liever oren? Oké. Heb je liever ogen of heb je liever een... Sorry. Dat is een grapje, jongen. Dat is een grapje. Altijd voor de gek, hè? Dus we gaan nu eventjes kijken hoe hij hierop gaat reageren. Wat heb je daar? Ja, dat is altijd bij mij. Wat heb je doen, hè? Wow, wat doe je? Is even niet, joh. Heel gek. Man. Echte mannen. Maar echte mannen, dat zijn geen echte mannen. Die kant op. Lopen. Nou, nu komt het onderdeel van het interviewen. Dus jullie hebben een beetje kunnen kijken hoe dat dan af en toe gaat. We hebben nu een interview, Bille. We hebben nu een interview. Dit is van Khadija. Mag het? Denk je ook wel eens aan mij, of niet? Nee, van Khadija.
O jee, dat gaat niet goed. Ja, jullie hebben een nieuwe medewerker. Hè? Wacht even, Bilal. Dit is niet verstandig, jongen. Nieuwe collega. Kijk. We hebben een cadeautje. Oh, echt waar? Een cadeautje? Wat dan? Geen rommel. Kijk eens. Wat is dat? Dat is jou. Eens kijken. Hé, wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Mag ik er nog één? Nee, joh, gek. Nee, nee. Oké, nou, dit kan weg. Dat ging niet zoals verwacht. Kom, we lopen die kant op. Kijk eens. Super. Super dat je er bent. Ja. Het gaat natuurlijk om jou, Bilal. Lukt het tot nu toe allemaal nog? Ja, gaat goed. Ja? Wat we dachten te doen hier, hebben we net even wat meer achtergrond met de carwash. En ja. Dan is het prima. Goed. Goed, joh. Oké. Okay. Nou, dan gaan wij over op de interview. Tot zometeen. Love. Tussen al het onheil van dit jaar waren er ook verhalen die, nou ja, voor wat verlichting of afleiding zorgden. En sommige van die verhalen bleven extra bij ons hangen. Zoals het verhaal van de broers Brahim en Bilal. Zij braken door op YouTube met hun positiviteitsvlogs, bereikten daarmee ook de NOS-journaals. Maar het coronavirus trok ook dit onafscheidelijke duo uit elkaar. Wat gaan we doen? Ja, maar we kunnen niks doen, Bilal. Weet je nog? De dokter heeft gezegd, als we elkaar zien, dan worden we ziek, hè? Goed nieuws voor mensen met een beperking die in een instelling wonen. Vanaf 25 mei mogen die weer 2 vaste bezoekers ontvangen. Hey! Bilal, heb je het al gehoord dan? Hé, hey, we mogen elkaar zien. Dat mag van de dokter. Je mag weer blijven slapen bij Brian. Brian slapen. Vandaag gaat Bilal stage lopen, hier op de camping. Arrivederci. Zo, dat is een dag werk. Bilal, daar. Hi. Hey. Welkom in Rotterdam. Ja, dankjewel. Oké, okay, jongens, gewoon weer aan het filmen. Weer op pad ook, met z'n tweeën. Dat is goed om te zien. Is het leven ook weer een beetje zoals het was? Is alles goed gekomen? Ja, wij proberen wel dat het gewoon hetzelfde is als het was. Ja. Het is natuurlijk wel een beetje anders. Ja. Hij moet er ook aan wennen. Maar aan de andere kant... En dat is dan het afstand houden? Ja, het afstand houden zodra iemand verkouden is. En hij mag dan zijn kamer bijvoorbeeld niet uit. Ja, ja, dat is voor hem echt wel vrij heftig. Ja. En, zij constant, ze hoeft maar iemand te hoesten en hij begint over corona. Ja, dus hij weet nu echt wel wat corona is. Wat ik niet had verwacht dat hij dat zou doorkrijgen. Ja. En jij zelf? Ja, ik probeer ook zo... een positief mens, maar daar vlog je ook over. Ja, ja, klopt. En ik hou je nog een beetje de moed erin? Absoluut. Want kijk, ik geloof dat alles met een reden is. En het brengt ons op de een of andere manier toch wel dichter bij elkaar. Hm. En zo sta ik er nog steeds in. Ja. Dus ik hoop... eigenlijk na deze bijzondere tijd, dat we eigenlijk zo op die manier met elkaar blijven omgaan. Ja. Dat, dat je familieleden niet vergeet, dat je de ouderen niet vergeet, de zorg, noem maar op. Oké, okay, succes met het vloggen. Dankjewel. Bilal, en heb je nog een groet voor het nieuwe jaar? Wij geven iedereen alleen maar... Liefde. Liefde. 3, 2, 1... Jawel, jawel mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. Kom maar. Goed zo. Harder of zachter? Harder. Harder, ja. Hij mag harder. Ga maar. Hou vast. Kijk eens. We gaan harder. Hou je vast. Ja. Harder. Ja. Woe. Ja. Voor negativiteit hebben de broers Bilal en Brahim geen tijd. In hun vlogs op YouTube staat positiviteit en liefde centraal. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend geweest. Bilal is geboren met het syndroom van Down. En Brahim omschrijft zijn leven als één met vele obstakels. Jawel, mensen, hier zijn we weer. Jawel, mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. Mijn naam is Brahim en jij bent? Bilal. En vandaag hebben we een hele speciale dag. Waarom, Bilal, wat gaan wij doen? Spullen halen. Wat voor spullen? Om auto te...
wassen. Auto te wassen. Nou, eigenlijk vonden wij het gewoon belangrijk om iets positiefs op social media te zetten. Ja, we zien heel veel dingen voorbij komen waarvan ik in ieder geval vind dat het vrij negatief is. En het feit dat ik wil laten zien dat je echt alles kan bereiken wat je maar wil. Wat is dat dan? Wat is dit nou? Hier, leg eens terug. Hebben we helemaal niet nodig, joh. Wij komen uit een gezin van totaal 4 kinderen, 4 jongens. Waarin ik de oudste ben. En Bilal, die, dat is de jongste en die heeft het syndroom van Down. Hij is 20 jaar. Ja, hij heeft een denkvermogen van iemand tussen de 2 en 4 jaar. Dus dat is vrij lastig. Dus vandaar dat je hem ook ziet dat hij overal nergens naartoe springt. Bilal! Hé, hey, joh, waar was je nou? Ik zeg nog, je moet in de buurt blijven. Wat heb je allemaal meegenomen, jongen? Voor wie is dit? Khadija. Nou, Khadija, dat is mijn vrouw. En Bilal is een beetje verliefd op Khadija, hè? Dit kan toch niet, Bilal? Jawel. Dit kan. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Dit kan toch niet? Jawel. Ja, ik heb een moeilijke jeugd gehad. Dan kom je eigenlijk in een gat terecht waarbij je allemaal verkeerde keuzes maakt. Ja, dat je dan drugs gaat gebruiken, dat je dan alcohol gaat gebruiken. En gelukkig ja, zagen een aantal mensen zagen mijn talenten in, die ik zelf niet inzag. En die hebben mij kansen geboden. Ja, en die heb ik met beide handen gegrepen. En vanaf dat moment is het bij mij letterlijk het tegenovergestelde. En dat ik daardoor nu ook mensen kan inspireren. En nog mooier maakt dat Bilal de middel is om de mensen te bereiken. Ga je me helpen? Bilal heeft mij vooral geleerd dat we willen allemaal te snel. Hè? We zitten de hele dag op onze telefoon. We willen carrière maken. We willen succes, zeg maar, vooral in financiën, et cetera. Materialisme. En voor hem is dat niet belangrijk. Ben je bijna klaar, Bilal, of niet? Het zit hem echt in hele kleine dingen. Auto wassen, daar haalt hij zijn geluk mee. Wat hierin gewoon belangrijk is, is dat je gewoon vreugde kan halen uit iets heel simpels. Ja, wat vind je dat nou? Kom eruit. Als ik je te pakken krijg, jongen. Nee. Kom eens. Als broer ben ik super trots op hem en leer ik juist van hem. Heel veel mensen zeggen, ja, Bilal moet dankbaar zijn dat hij zo'n broer heeft. Maar ik denk dat ik als broer zijn dat ik meer dankbaar zou moeten zijn voor hem, voor wat hij mij eigenlijk allemaal brengt. Even rustig, kalm. Ja. Goed. Hij betekent eigenlijk superveel voor mij, voor mijn gezin, voor mijn familie. Ja, ik denk dat we langzamerhand, dat iedereen gewend raakt aan Bilal. Toch of niet? Hè? Of niet? 2020 zal een jaar zijn dat niemand meer snel zal vergeten. Maar voor sommigen heeft dit jaar nog meer impact gehad. Met hen blikken we terug bij de oliebollenkraam van 1 Vandaag. Hey, hallo. Hi. Hoe is het met jou? Ja? Hey. Hi. Nou, wat prachtig. Waarom zijn we hier eigenlijk? Nou, dit is een van mijn werkplekken waar ik actief ben. En dat is op een basisschool. En dat geeft altijd een zo'n vrolijk gevoel. Ja. Dus ik dacht, laat ik me hartstikke een heerlijk mooi. Geluid ook, hè? Ja, dit is geweldig. En een heerlijke geur. We hebben oliebollenkraam. Ik kom even kijken. Ja. Hou je een beetje van oliebollen? Ik vind oliebollen super lekker. Ik kan ze zelf niet bakken, maar... Nee, echt niet? Nou, dan gaan we daar nog even proberen, toch? Kan jij een beetje oliebollen bakken zometeen? Ja. Durf je dat aan? Ja. Zeker weten? Ja. Oké. Okay. Jawel, mensen, hier zijn we weer. Jawel, mensen, hier zijn we weer. Jawel, hier zijn we weer. Jawel, mensen, hier zijn we weer. Met een groet nieuwe... Studio. Nee, video. 3, 2, 1. Jawel, mensen, hier zijn we weer. Jawel, mensen, hier zijn we weer. Met een groet nieuwe... Met een goed nieuwe video. Het is al een paar jaar een zeer succesvol duo op YouTube. De broers Brahim en Bilal maken vrolijke en educatieve video's, vaak met bekende mensen. Bilal heeft het syndroom van Down. Het is toch een zwaar jaar geweest met de corona. En je hebt hem ook heel lang niet gezien, hè? Ja, wel via de telefoon en via het beeld. Ja. Maar uiteindelijk niet fysiek. Dat moet een hele ingewikkelde periode zijn geweest. Ja, dat was het ook zeker. Hè, Bilal, tijdens corona? Ja. Was moeilijk, hè? Of niet? Mochten we elkaar niet zien. Mochten we elkaar niet zien. Vond je dat leuk? Ja. Vond je niet leuk, hè? Nee, ja, dat was echt wel een vrij heftige tijd. Bilal, die in een instelling woont, mocht door corona niet buiten de hekken... en mocht ook geen familie ontvangen. Dus ook niet zijn ouders of zijn broer Brahim. Ze gaan hem nu ophalen. Het blijkt dus dat hij niet kan ontbijten. Hij heeft niks gegeten. Hij is de hele tijd bij het raam. Ik heb net een foto gekregen.
Dus ik ga nu naar hem toe. Uiteindelijk ziet Bilal zijn familie weer. Hoe lang heeft het geduurd dat jullie elkaar weer... Wij mochten elkaar uit mijn hoofd na 4,5 maand weer zien. 4,5 maand? Ja. En mijn ouders na ongeveer 5 maanden, 5,5 maanden. Ja, dat is emotioneel. Ik zie het ook aan je. Ja. Dat emotioneert je nog steeds, ja, hè? Ja, tuurlijk raakt het je. Het is gewoon... ja, kijk, je kan hem niet goed uitleggen wat het precies is. En ja, iemand die kwetsbaar is, daar ben je extra gevoelig voor. En het is je broertje, het is... Ja, je brengt heel veel mensen die leven met je mee. En ja, dat is een onbeschrijfelijk gevoel eigenlijk. Ja, want jullie hebben echt aan den lijve ondervonden hoe het is geweest. Hè? Dat hebben natuurlijk heel veel mensen meegemaakt. Ja. Die misschien ook hun ouders niet konden zien. Hè? Dus allemaal mensen die in een huis zitten waar ze niet meer uit kunnen eigenlijk. Klopt. Iemand weet alleen maar hoe dat is als hij het zelf heeft meegemaakt. Als je het zou moeten uitleggen, is het, het is gewoon niet uit te leggen wat dat met zich meebrengt. Alleen al het idee van doe ik er wel goed aan. Om hem in instelling te laten. Moet ik hem niet naar mijn huis toe brengen? Maar heb je dat serieus overwogen? Ja, dat heb ik serieus overwogen. De oliebollen en de poedersuiker smaken naar meer. Zelfs zo erg dat een wesp uit haar winterslaap is gekomen om polshoogte te nemen. Het is december en ik zie een wesp. Het gaat niet helemaal goed met Zullen we even wegpesten? Hij heeft niks met wespen. Nee, ik ook niet, moet je eerlijk zeggen. Nou. Brahim is maatschappelijk betrokken, verzorgt onder meer sportactiviteiten voor kinderen op basisscholen en reist zelfs af naar Lesbos om de kinderen in de vluchtelingenkampen een hart onder de riem te steken. Ja, dat raakt je enorm. En toen bedachten we met Movement Underground, de stichting van Johnny de Mol. wat nou als wij ballen doneren aan de kinderen in Lesbos? En daar welkom op schrijven. In het Arabisch, maar ook in het Engels. Hij begon zijn populaire vlog omdat hij zich stoorde aan de negativiteit van sommige vloggers. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, ik wil toch wat meer positiviteit op social media. Wat doe jij nou, joh? Zit meer op interview, kan toch niet? Ondanks de corona is 2020 een mooi jaar voor Bilal en Brahim. Ik vind het gewoon fantastisch dat je gewoon op scholen hoort dat ze gewoon met de hele klas naar onze video's kijken. Dat de hele gezinnen kijken en dat iemand van 60, 70 jaar even makkelijk kan kijken als iemand van 5 jaar. Ik vergelijk het een beetje met Tom en Jerry en Bas en Adriaan. Daar kunnen we allemaal naar kijken, daar kunnen we allemaal van genieten. Ja, het is leuk. Het is gewoon superleuk. Ja. Vooral door deze clown, hè. En wat heb ik nou gehoord? Dat jullie ook nog genomineerd waren voor de online televisiering. Dat is een enorme belangrijke prijs. Ja. Dat is toch mooi? Ja, zalig. Ben je een beetje trots daarop? Ja. Ben je ook trots op je broer? Ja. Ben jij trots op je broer? Ja. Door hem ben ik de persoon die ik nu ben. Ja, is dat zo? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Zonder Bilal waren die video's helemaal niet geweest. En als ze waren geweest, was het helemaal niet op deze manier, op zo'n educatieve, leuke, toffe manier. Dus hij is echt wel de hoofdrolspeler, zeg maar. Hij is de ster. Hij is de ster. Tijd om oliebollen te bakken en uit te delen. Mag ik dat van hier? Ja. Heb je hem zelf al gegeten ook? Ja, gewoon niet. Mag wel. Nee. Nog niet, hè? Maar je vindt het wel leuk, dat oliebollen bakken? Ja, gewoon oorlog bakken, mag ik wel. Ja, vanmiddag. Lekker eten. Hey, dank jullie wel. En gelukkig nieuwjaar vast. Dank je wel. Dank je wel. Oké. Okay. Wat zeg je dan? Alleen maar? Ja, liefde. Alleen maar liefde. En altijd? Positiviteit.